Heinz van Lieren, een van onze projectleiders op het Scheldekwartier. Wat een prachtige plek hebben we uitgezocht om even een overzicht te krijgen hier. Hè? Ja, dat is inderdaad waar, ja. Ja. John. Ja. Ja, we staan hier op het dak van de machinefabriek. En we hebben hier inderdaad een schitterend uitzicht. We kijken nu op de kruising die heringericht wordt van de Willem Ruijstraat. Zien we hier achter ons? Hierachter, ja. Precies. Ja. Die wordt breder gemaakt. Bandenlijnen erin staan, zoals wij dat noemen. Alles wordt voorbereid voor het asfalt. Volgende week, 30 maart, wordt de onderlaag en de tussenlaag aangebracht. Dan is die eind klaar. Dan worden de restwerkzaamheden uitgevoerd. En 31 maart, dan gaan we even naar de overzijde van de brug. Ja, wat even voor de goede orde. De dokwerker, de brief op de weg naar de nieuwe brug, die sluit hier op de Willem Ruijstraat aan. Klopt. Daar de nieuwe dokbrug. Precies. Je kunt zien als de camera even uitzwenkt, hij staat open. Het gedicht is te lezen. En wat we zien ook aan de overzijde van de dokhaven zien we werkzaamheden. Klopt. Ook daar hebben wij het hele tracé verlegd eigenlijk van de aansluiting van de weg. Ja. Dat is nu moeilijk te zien omdat de brug open staat. Maar we hebben een hele slinger over het oude parkeerterrein gelegd. En vanaf volgende week wordt daar de deklaag aangebracht. Ja. En dan zijn wij daar een eind klaar. We hebben extra parkeervakken aangelegd, 40 stuks aan de rechterzijde. Zodat er ruimte blijft eigenlijk voor het parkeren voor de wijk daarachter. En, ja, want er gaat ook een aantal parkeerplaatsen natuurlijk vervallen. Precies. He, precies, zeg maar, het verleggen van de weg. Precies, door het verwijzen van het tracé zijn er inderdaad een aantal parkeerplaatsen vervallen. Ja. Dus ja, die brengen wij aan. Ja. Dat worden groene, eigenlijk dat wordt een soort half open verharding waar gras in groeit en waar wel de mogelijkheid is dat je daar ook de uitdaging uit kunt zetten. Ja, het is een hele klus, hè? We hebben daar maar eigenlijk korte tijd voor. Want... Klopt. Ja, tenminste, ja, we kunnen ons allemaal voorstellen, deze weg ligt er nog maar sinds 2014. Ja. Maar speelt inmiddels natuurlijk een hele belangrijke rol als in en naar de stad. Hè? Zeker, de Willem Ruijstraat is natuurlijk een hele drukke weg. En als je die afsluit, ja, dan is er nogal wat nodig om het verkeer eigenlijk om te leiden. Ja. Ja, we doen dat toch deels ook door de nieuwe Scheldewijk. We hebben het middels de borden aangegeven en eigenlijk tot nu toe. Loopt het goed? Ja, het is even zoeken, hè? Ja. Tenminste, zeker als je hier moet zijn. Zeker, zeker. Ja, maar ik begrijp van jou dat half april die pijn is geleden. Klopt. 16 april, 's avonds, dan, of eind van de dag, dan is de route open. Dan is het mogelijk om vanaf de Willem Ruijstraat over de dokwerken, over de nieuwe brug te rijden richting de commandoweg. Vanaf 16 april? 16 april. Ja. Rens, naast de nieuwe dokbrug ligt natuurlijk ook de huidige dokbrug. Ja, klopt. Wat gaan we daarmee doen? Die kan vanaf 16 april, 17 april, eigenlijk op zaterdag, de week daarna, wordt het gesloopt. Dan worden de brugdelen verwijderd. Ja. En daarna is de KWS weer aan zet om het zuidelijk deel, de landhoofden, eigenlijk op te breken. En dat allemaal in samenspraak, overleg eigenlijk met de. Met de aannemer die het uitvoert. Want ja, 16 april geef je aan, kunnen we de nieuwe route volgen? Ja. Maar daar zijn we nog niet helemaal klaar. Nee. Dan zijn wij helaas nog niet klaar. Nee, nee. Dan hebben wij nog restwerkzaamheden aan de houtkade. Dat is de kade waar de Mercuur ligt. Die wordt ook deels ingericht. Nu staan er al muurtjes, betonnen muurtjes. Dat zijn de keermuurtjes. Omdat we daar nogal een hoogteverschil hebben. En daarna springen we naar de andere kant, dus aan de kant waar... Aan deze kant, zeg maar, van, precies, van de haven. Ja. Aan de andere zijde van de dokbrug. Want dan gaan we daar ook de kaders verder afwerken. Klopt. Ook op de plaats waar nu de oude dokbrug ligt. Waar nu de, dan wordt dat helemaal afgewerkt. Ja, want dan kunnen we pas bij natuurlijk als de brug weg is. Als de brug inderdaad opgeruimd is, het werk loopt goed. De aannemers van de brug, en onze aannemer, dat loopt eigenlijk heel goed, het overleg. Ja. De samenspraak, want dat heb je in zo'n werk ook nodig. Ja. Dan heb ik geen zin om te zeggen, dit is mijn plekje en dat is mijn plekje en ik heb niks met jou te maken. Dus dat werkt heel goed. Ja. Ja. Ja, het is een flinke klus. Hè? Het is een hele grote klus. Je hebt er veel werk aan, je moet zo weer aan de gang. Maar zeker, ik stel voor dat we toch nog heel even wat uitzicht genieten. Vind je dat goed? Dat is prima. Oké. Okay. Ja, okay.